Zie jij een groot verschil in de kwaliteit van coaches? Wat maakt een coach een goede coach? Maar ik denk, als je nog nooit naar tennis hebt gekeken en je kijkt dan naar Rafael Nadal en zeg je van oei, wat doet die al eigenlijk allemaal? Hè? Dus, dat zijn toch wel vreemde zaken, hè? Ja, het aantal mensen dat mij heeft aangesproken en gezegd dat ze tweede zit hebben gehaald omdat ze tijdens examens naar Roland Garros aan het kijken waren. Je hebt dus voor behoorlijk wat leed. Ja, inderdaad.